De Saab Gripen van de Tsjechische luchtmacht. Kijk, daar heb je die kont. Turbofan, die kan een kracht van 80 kN ontwikkelen en dat is heel erg veel. En daardoor kan deze Saab de omgeving zo, dat willen we niet, maar het zou wel even een keertje leuk zijn. Doen we niet. Rollen over de lengteas en dan, u ziet het, in een negatieve, dus met zijn hoofd naar buiten, maakt hij nu een horizontale beweging. Dus de G-krachten worden dan negatief en lichter. Het is eigenlijk onaangenamer dan die hoge G-krachten. Gasten erbij. Heeft, maar goed, dan heb ik. En aan de voorkant zitten dus die delta, zitten die kanaars, de eendvleugeltjes. En dat kunt u in de trage passage die David Nicola nu maakt, kunt u dat heel goed zien. En die eendvleugels zorgen ervoor dat de snelheid waar de minimum snelheid waarmee je kan vliegen heel erg laag is en er ook minder risico is dat je in een stol zit. Snelheid, dan zou
Tess & Co. Daar is die lab, dames en heren, die Saab Gripen. U ziet hier die eetvleugels echt omhoog staan als remmen. En de uitlaat is zo heet van het gebruik van die naverbrander dat de rook er daar een beetje uitslaat. Dat is niet zorgelijk, dat is gewoon een restje brandstof dat is blijven steken in de uitlaat.